Zowel bij chauffeurs van autobussen als bij bedrijven die ze bouwen, blijft corona voor hoge werkloosheid zorgen. De Socialistische Vakbond vraagt daar nu maatregelen voor. En om in vraag kracht bij te zetten, huurde het ABVV 4 bussen voor een tocht door Vlaanderen. Startplaats in Brugge. We hebben vandaag actie gevoerd met twee groepen werkmensen. Onze autokaarchauffeurs die al lang zonder werk zitten en de mannen en de vrouwen die de bussen bouwen. En die hebben hetzelfde probleem. Namelijk, door corona hebben we geen werk, veel te weinig werk en zitten we met heel veel moeilijkheden, moeten we op werkloosheid terugvallen. Het feit dat we daar samen op gereageerd hebben is heel belangrijk, een heel belangrijk signaal. We hebben geen paardenbril aan, we werken samen als we gemeenschappelijke problemen hebben. En daar zijn we ook trots op dat we dat kunnen. De staat van de parkings is erbarmelijk. Ze zijn vuil, er zijn onvoldoende parkeerplaatsen. Het comfort voor onze chauffeurs laat te wensen over. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel, zeker voor onze Vlaamse regering. Dat is daar vooral voor die actie, omdat het nodig is. De chauffeurs verdienen die aandacht. Er is te weinig aandacht voor de autocarchauffeurs, ook voor de busbouwers. Maar ook om de omstandigheden waarom ze moeten werken. Bijvoorbeeld geen duidelijkheid naar de toekomst toe. Er is geen advies om meer te kunnen reizen. Er is te weinig rond de veiligheid gekend. Dus denken we dat het eigenlijk wel heel belangrijk was om een signaal te geven naar de lijn toe van er is nodig. Maar ook naar de andere mensen, zoals de overheid, dat het dringend tijd is om werk te maken van een bescherming voor de autocarchauffeurs. Sinds de coronacrisis zitten 1000 mensen op tijdelijke werkloosheid wegens overnacht die terug aan de slag willen. Dat zijn stielmannen, dat zijn busbouwers puur sang. En we zouden graag willen dat de lijn kiest voor hoogtechnologische Belgische producten, koop lokaal, dat onze mensen terug aan het werk kunnen. Letterlijk 15 kilometer van het hoofdgebouw van de lijn in Mechelen staat de beste busfabriek van heel Europa met de beste mensen. En die willen allemaal aan de slag. Onze busbouwers die zitten al op meer dan een jaar in economische werkloosheid, coronawerkloosheid. Dus ten eerste vragen wij dat de coronawerkloosheid verlengd wordt tot eind van het jaar. Op dit moment loopt die maar tot kwartaal 3. Dat is één. We zijn ervan overtuigd dat ook dan de crisis niet zal voorbij zijn. Maar het zal al een eerste aanzet zijn om ons mensen te helpen. Twee, kijk eens achter mij, de parking staat vol. Dat betekent dus, zolang het toerisme niet terug aantrekt, zolang we niet met z'n allen gevaccineerd zijn, gaan we ook niet op reis. Als we niet op reis gaan, verslijten de bussen niet, moeten er ook geen nieuwe bussen gebouwd worden. Dat betekent dat onze mensen op dit moment eigenlijk zonder werk zitten. En een van de grote frustraties is dan dat bedrijven zoals Van Hool niet eens de kans kregen in het begin om mee te doen om bussen te mogen aanbieden. Gelukkig is dat ondertussen gewijzigd, dus wij hopen van harte dat men inziet, ook van overheidswegen, dat er niks fout is met bussen in dit land gebouwd, ook in dit land te bestellen.